Deze nieuwsuitzending die gaat over de dagboeken, dat is meervoud, van Anne Frank. Die zijn gebonden in een harde kaft, een hardback. En dat is uitgegeven door zowel de staatsuitgeverij en uitgeverij Bert Bakker. Staatsuitgeverij in Den Haag en uitgeverij Bert Bakker in Amsterdam. 1986 is dit boek uitgegeven. Mijn tante Til heeft het gekocht. Dat lag bij haar in de boekenkast. En ik pakte dat van de Stedman. Toen zei ze, neem maar mee. Ik zei, nou joh. Ah, jawel, ze. Neem maar mee. Maar mijn tante Til woont in Amstelveen en ik zat dus in de trein naar huis. Toen ben ik erin gaan lezen en toen dacht ik, wat krijgen we nou? Ik viel echt van mijn stoel. Van verbazing. Het is best een dik boek. En het begint dan. Ik heb het hier dus voor me. Ja, precies. Het eerste stuk, dat is 193 pagina's. Dan staat hier, onderstreepte woorden in het origineel zijn in deze editie ook daadwerkelijk onderstreept. Ook al is er slechts een residu van wat als onderstreping was bedoeld op papier gekomen. Het laatste is nogal eens het geval bij de ondertekening Anne Frank onder de dagboekbrieven. En dan allemaal symbolen. Verklaring van tekens zoals gebruikt in doorhalingen en toevoegingen. Want een IGP is A, dus A vraagteken is A is onzeker. A IGP betekent A in groen potlood. AIRP is A in rood potlood. AIP is A in potlood. AIRI is A in rode inkt. OF, dat is dan volgens het gerechtelijke laboratorium met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, zie pagina 186, van de hand van Otto Frank. Nou, pak even pagina 186 erbij. Ja, dat is een heel groot stuk tekst. Daar staat. Oh ja. Vergelijking toonde aan dat de hier bedoelde correcties, indien ze als één geheel kunnen worden beschouwd, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid afkomstig zijn van Otto Frank. Dat is de vader van Anne Frank. De eerste 193 pagina's, daar kan ik echt geen pindakaas van bakken. Bovenverlengingen, onderverlengingen, ovaalvormingen, voetvormingen van de letters H en K. Ziet er heel erg wetenschappelijk uit. Alleen, het raakt kant nog wal. Tenminste voor iemand zoals ik, hè. En dan begint het ook met een heel stuk, dat gaat dan over haar vader, Otto. En dan gaan ze allemaal bedragen oplepelen. Nog een stukje voorlezen. Wat heb ik hier eigenlijk? Ik heb net nog gelezen.
De volgestorte aandelen 20 à 100 gulden op een maatschappelijk kapitaal van in totaal 100 aandelen werden bij Kukler en Gies geplaatst. Of Kukler en Gies. Een volledig Arisch bedrijf dus. En dan voor Opecta gaf hij op dat hij zelf de enige eigenaar was en een kapitaal van 10.000 gulden had ingebracht. Ten aanzien van Pectacon, waarvan het maatschappelijk kapitaal eveneens 10.000 gulden bedroeg, deelde hij mede dat slechts 2.000 gulden aan aandelen was volgestort, tussen haakjes, door hemzelf. Dat is erg interessant. Het ging toch over... Want Anne Frank, die had toch in het achterhuis gezeten en die is overleden in Bergen-Belsen. Wat heb ik dan aan al die economische bedragen? Het stichtingskapitaal bedroeg 150.000 gulden, verzamelijk ingebracht door de vennoten van wie Erich Elias en Herbert Frank, mede de aangifte bij de Kamer van Koophandel ondertekenden. Nou, dat zal best wel. Het interesseert mij helemaal niks. Ik had het dagboek. Ik dacht altijd dat het dagboek was. Nou, dat was dus de tweede vergissing. Er zijn meerdere dagboeken. Dat hier is een schema. Het gaat helemaal van stotteren. Er is een schema bij. Met hoe je het nou allemaal kan verklaren. Maar de staatsuitgeverij. Of ja, die heeft er denk ik. Ja, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Die hebben er een schema van gemaakt. Waarom staat het nou? 193 pagina's inleiding. Ja, hier staat het. Anne Frank, die heb je dus. Je hebt A, dat zijn dagboeken 1, 2 en 3. Dan heb je B, heb je de losse vellen. En V is het verhaaltjesboek. Otto Frank heeft daar TypeScript 1 van gemaakt. Meneer Kauverm, C-A-U-V-E-R, die heeft dat gewijzigd. Toen heeft Isa Kauverm, die heeft TypeScript 2 gemaakt. Toen heeft Contact, dat is neem ik aan een uitgever, die heeft dat weer gewijzigd. Dan is die TypeScript nummer 2 is Das Tagebuch geworden. De gewijzigde van TypeScript 2, dat is Het Achterhuis geworden, gepubliceerd in 1947. Dat is weer verschenen in het Frans in Le Journal. Het gewijzigde ding van TypeScript nummer 2 is via, en er staat een of andere parallelepipedum symbool, wat ik niet weet wat het betekent. En dit is dan samen met Het Achterhuis verwerkt in The Diary. Dus dan heb je Das Tagebuch, gepubliceerd in 1950, Le Journal in 1950 en The Diary gepubliceerd in 1952. En de diary is dan gebaseerd zowel op TypeScript 2 direct als op Het Achterhuis van 1947. Snap je het wel? Ik dus niet. En dan heb je hier nog een schema. Het Achterhuis, losse vellen, dagboek 1. En dan 2 en 3. En dan uiteindelijk versie C, B en A. Dat is het schematisch overzicht van de verschillende versies van de dagboeken van Anne Frank. Nou, dan hebben we dus nu de inleiding gehad. En dan beginnen we eindelijk aan de dagboeken. Als eerste een mooie foto van Anne. En dat begint dan met snoezige foto, hè? En dat is dagboek. Dagboek B heeft van die dag, want staat hier nou een datum bij? Ja, dat moet er gaan over zondag 14 juni 1942. Ja, precies. Hey, 12 juni is het begonnen.
Nou, dagboek B was op 12 juni nog niet gestart. Dagboek C, een klein stukje. Gaat het hier nog door? Oh, nee, is ook een heel stuk. Nee, maar een heel klein stukje. In dagboek C stonden maar drie regels. In dagboek A is dan best bijna een hele pagina in dit boek. Ja, dan begrijp ik het al niet meer. De dagboek A begint dan met snoezige foto. Hè? Uitroepteken, 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 uitroepteken. En dan is de tekst: ik zal, hoop ik, aan jou alles kunnen toevertrouwen, zodat ik het nog aan niemand gekund heb. En ik hoop dat je een grote steun voor me zult zijn. Dagboek C zegt: vrijdag 12 juni was ik al om 6 uur wakker en dat is heel begrijpelijk, daar ik jarig was. Maar om 6 uur mocht ik toch nog niet opstaan, dus moest ik mijn nieuwsgierigheid bedwingen tot 6:15. Toen ging het niet langer. Ik ging naar de eetkamer. Maar dat staat dan weer onder A. Op de volgende pagina. Oh nee, bij C. Nee, wacht eventjes. Het gaat dan toch weer. Nee, ik ging naar de eetkamer. Waar ik door Moortje de kat met kopjes verwelkomd werd. Ja. Ja, dus op haar verjaardag is ze dan begonnen. Maar dagboek B nog niet, hoor. Dagboek B, dat begint voor het eerst op 20 juni. Het is voor iemand als ik een heel eigenaardige gewaarwording om in een dagboek te schrijven. Niet alleen dat ik nog nooit geschreven heb, nou dat is dus niet waar. Op 12 juni heeft ze al geschreven. In dagboek A. Nou, een klein puntje, maar. Maar het komt me zo voor dat later nog ik, nog iemand anders in de ontboezemingen van een 13-jarig schoolmeisje belang zal stellen. Ja, eigenlijk komt dat er niet op aan. Ik heb zin om te schrijven en nog veel meer om mijn hart over allerlei dingen eens grondig en helemaal te luchten. Papier is geduldiger dan mensen. Dit gezegde schoot me te binnen toen ik op een van mijn licht melancholieke dagen verveeld met mijn hoofd op mijn handen zat en van lamlendigheid niet wist of ik uit moest gaan, dan wel thuis blijven en zo uiteindelijk op dezelfde plek bleef zitten piekeren. Ja, inderdaad, papier is geduldig en daar ik niet van plan ben dat gekartonneerde schrift, wat de weidse naam dagboek draagt, ooit aan iemand te laten lezen, tenzij ik nog eens ooit in mijn leven een vriend vriendin krijg, die dan de vriend of vriendin is, kan het waarschijnlijk niemand A schelen. Niemand A schelen. Er zat een voetnoot bij. Zo'n nummertje. 11. Ja, ik weet de inhoudsopgave of je dat dan. Hadden een erg ronde noot. Inhoudsopgave. Onduidelijk boek. Ja, een inhoudsopgave doe je er aan het begin. Het wordt nog veel erger hoor. Maak je geen zorgen. Het is helemaal de intro. Ik kan die inhoudsopgave niet vinden. Ik is het toch wel. Meen me te herinneren dat ik een inhoudsopgave heb. Die staat dus ergens in die 193 pagina's.
Maar de beste manier om een boom te verbergen is om hem midden in het bos te zetten. Nawoord. Resultaten van vergelijkbare correcties. Ik vind het taalgebruik, wat ik dus net voorlas, niet echt passen bij een meisje van 13. Gekartoneerde exemplaren. Ik weet niet dan. Zou het echt niet meer. Zegt een 13-jarig meisje dat? Aanvallen op de echtheid van het boek. Ja, het punt is, het gaat hier om 3 boeken. Die niet corresponderen. En daar begrijp ik dan niks van. En dan weer iets wat dan wel weer correspondeert met B en C. Dat staat als laatste zin en dat is dan van 20 juni 1942. Om nu het idee van de lang verbeide vriendin nog te verhogen in mijn fantasie, wil ik niet de feiten zomaar gewoon als ieder ander in dit dagboek plaatsen. Maar wil ik dit dagboek de vriendin zelf laten zijn en die vriendin heet Kitty. En dat is een B. En dan in C staat, daarom dit dagboek. Om nu het idee van een lang verbeide vriendin nog te verhogen in mijn fantasie, wil ik niet zomaar gewoon als ieder ander de feiten in dit dagboek plaatsen, maar wil dit dagboek de vriendin zelf laten zijn en die vriendin heet Kitty. En in dagboek A staat, nee, in dagboek A staat niet echt een zoiets. Ja, wat heeft ze dan geschreven? Ik vind het heel vreemd. Kijk hoor, 12 juni was een zondag. En dan is, oh nee, 12 juni was een zondag. Dan is 19 juni ook een zondag. Even terug naar het begin. Oh, wacht even. Nee, ik doe het fout. Vrijdag 12 juni. Nee, dat klopt dan wel. Vrijdag 12 juni. Was ze jarig. Dan is het ook weer vrijdag. Dan is het ook vrijdag 19 juni. Dus is het 20 juni zaterdag. Vrijdag 19 juni. Maar dat is dan ook eventjes. Dat is dan, hier gaat op pagina 205. In dagboek B hebben ze het over 20 juni. En dan op pagina 209. Dan is dagboek A nog bij vrijdag 19 juni. Oh ja, en dinsdag 16 juni is er een heel stuk geschreven in dagboek A. En B en C helemaal niks. Heel fijn.
Kijk, mensen zeggen dat dit dagboek achteraf in elkaar is geflanst. Want dat er nooit een dagboek was van Anne Frank, maar dat haar vader verschillende ghostwriters of zo, hè? Een beetje de ruwe lijnen heeft geschetst en gezegd, vul het eens even in. Dat is de kritiek, hè? En als ik dit dan zie, dan weerlegt dat die theorie niet. Misschien dat er nog een andere verklaring is, dat Anne Frank daadwerkelijk 3 dagboeken heeft bijgehouden. En dan in het ene dagboek het ene schrijft en in het andere dagboek het andere. Ja, bedoel, het is haar dagboek. Dus daar mag ze mee doen wat ze wil. Bizar. Gaat hier nou? Ik heb het ding wat ik voorbereid heb, die heb ik klaarstaan. Hoor. Er zitten van die aparte verschillen tussen A, B en C. Ik denk, ja, is het nou het ene of is het nou het andere? Oktober 1942. Een dagboek A. Wat is dit nou? Dagboek A zijn we. Op pagina 304 van het boek van de staatsuitgeverij. Daar is een stukje uit 22 januari 1944. En op de volgende pagina een stukje, de 305e, van 26 oktober 1942. Nou, het ligt niet eens op volgorde. Dat is bizar. 20 oktober 1942, dagboek A. En dan daarna in dagboek A een stukje van 22 januari 1944. Ja. En dan staat hier als laatste, beste Lou, hoe gaat het ermee? Vanochtend ben ik weer met alles gestoord en kon door daar niets behoorlijk afmaken. Ik heb weer wat geleerd. Bordeel en kokot. Ik heb er een apart boekje voor aangeschaft, maar het ligt in de brieven. Verder niets bijzonders. Wat is kokot? Even naar mijn Google. Kokot. Dat is een prostituee. Ook dus, hè. En dat is dated. Dat betekent vroeger, neem ik aan.
Dat betekent nu een pannetje. Oh ja, ik heb ook een kokot. Dit is een stoofpan. Maar dan een kleintje. Le Creuset, dat is een pannenmerk. Die verkopen kokot. Maar het heeft ook de connotatie prostituee. En bordeel, nou dat mag ik aannemen dat jullie weten wat het is. Waarom? Dat is een 42. Toen was Anne 13. Zoals 13-jarig meisje heeft zij geleerd van bordeel en prostituee. En daar heeft ze ook nog een boekje voor aangeschaft. Maar dat boekje ligt in de brieven. Verder niets bijzonders. Dan komt ie. Dit is het enige stuk in het hele boek waarvan een totale alinea onderstreept is. En dat luidt. Dat staat in dagboek A. Liefde. Wat is liefde? Ik geloof dat liefde iets is wat eigenlijk geen woorden kan hebben. Liefde is iemand begrijpen, van iemand houden, geluk en ongeluk met hem delen. En daarbij hoort op de duur ook de lichamelijke liefde. Je hebt wat gedeeld, iets weggegeven en iets ontvangen. En of je dan getrouwd of ongetrouwd bent, of een kind krijgt of niet, of je eer weg is, dat komt er allemaal niet op aan. Als je maar weet dat er voor je hele verdere leven iemand naast je staat die je begrijpt en die je met niemand hoeft te delen. Dit is geschreven in 1944, dus toen was, ja, ze zeg maar 14, bijna 15. In dagboek B wordt hier niets over gezegd. En dagboek C ook niet. Het is wel zo dat in dagboek A die dag wordt afgesloten met: op het ogenblik zit moeder weer te mopperen. Ze is zichtbaar jaloers dat ik meer met mevrouw Van Pels praat dan met haar. Kan mij wat schelen. En dagboek C zegt: op het ogenblik zit moeder weer te mopperen. Ze is zichtbaar jaloers, omdat ik tegenwoordig meer met mevrouw Vandaan praat dan met haar. En dan even terug naar het onderlijnde deel. Kijk, dit lijkt me niet iets wat een normaal meisje van 14, 15 opschrijft. En toen ze 13 was, toen heeft ze een boekje aangeschaft om precies te weten wat een bordeel of een prostituee is. En of je eer weg is, dat komt er allemaal niet op aan. En waar ben je dan mee bezig? Dit heeft Anne Frank geschreven, alleen in dagboek A. Laten we ervan uitgaan dat die scam niet waar is. En dat Anne dus 3 dagboeken bijhield. Maar in het ene dagboek was die moeder jaloers omdat ze te praten zat met mevrouw Van Pels. En in het andere dagboek was die moeder jaloers omdat ze te praten zat met mevrouw Vandaan. Ik vind dat moeilijk te verhappen. En jij? Je praat hier wel over een heel groot fenomeen. En dit boek, dat is het bewijsmateriaal, dat is van de staatsuitgever. Tante heeft er ook allemaal krantenknipsels bijgedaan.
het ook wel. Historisch materiaal. Lieve Kitty. Joanna. Niet alles wat Anne schreef is gedrukt. Het dagboek van Anne Frank blijft de gemoederen bezighouden. Ja, zelfs mij. In 1998. Is dat dan? Mijn tante heeft er, tante Deel heeft er iets boven geschreven. 18 augustus 1998. Er staat, het zal het zijn. Hollands Dagblad, meen ik. En dan die foto van Anne Frank, schoolfoto. Ja, dat ga ik niet helemaal voornemen. En dan hier een groot artikel. 29 augustus, oh, daar was ik jarig. 1998. Oh, die verjaardag weet ik nog. Ik heb me heel goed herinnerd. Het was de werkster. De werkster van Prinsengracht 263 in Amsterdam heeft Anne Frank verraden. Zo luidt de conclusie die zich bijna onontkoombaar aandient bij het lezen van de biografie die de Oostenrijkse Melissa Müller volgende week publiceert en die tegelijkertijd in Nederland, Duitsland en Amerika verschijnt. Müller beschuldigt de vrouw nergens expliciet van, wel maakt ze duidelijk dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn dat een ander de bewoners van het achterhuis aan de nazi's heeft overgeleverd. Ja, dat is niet echt een bewijsvoering, zou ik zeggen. Jeetje man, dat is een pagina groot. Ze was een gewoon meisje. Dat is het tragische. Nou, het is helemaal geen gewoon meisje. Toen ze 14 was, dacht ze al wipper de wipper, kinderen krijgen, I don't care. Mijn eer verliezen, ja, doet het toe. Is de lichamelijke liefde in die hoort erbij. Nou, dat vind ik niet normaal voor een meisje van 15. Ja, ik dan. Hè? Ben ik misschien wel heel traditioneel. Doorhalen. Ze zijn hetzelfde aan doorhalingen en toevoegingen. Jeetje. Gaat er nog meer dingen? Lettertype is Bembo Romein. Dat is een heel officieel boek. Op 4 augustus 1944 is ze gearresteerd. En op transport gezet naar Auschwitz. Hè? Ze is overleden in Bergen-Belsen aan de tyfus. Overleden in Bergen-Belsen. Nou, het staat voor mij als een paal boven water dat Auschwitz en Bergen-Belsen en Buchenwald en Theresienstadt en Treblinka. Ken jij ze alle 15 uit je hoofd? Ik kan er nog een tv-quiz van kunnen maken. Ja, die concentratiekampen, die waren daar. Joden zijn huis en haard kwijtgeraakt. En de paus die zat erachter. Nee, het waren de Duitsers. Nee, het was de paus. Dat is gevoeglijk bekend. Waarom is Adolf Hitler niet geëxcommuniceerd? Of geëxcommunikeerd, moet je eigenlijk zeggen, toch? De paus was op de hoogte van die concentratiekampen. Daar was iedereen van op de hoogte. Of iedereen.
degene die een beetje hersencellen hadden, die wisten dat. Dus ik ben absoluut geen ontkenner van het drama wat het Joodse volk is overkomen in Europa. Dat staat voor mij als een paal boven. Maar die uitgaven van de staatsuitgeverij. Ja. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Woorden als schandalig, beledigend, rookgordijn opwekkend. Dat zeggen ze. Is gepubliceerd in 1986. Ja, inmiddels zijn we 14 plus 19. Zeg maar meer dan 30 jaar verder. En nu? En het achterhuis, dat is een toeristenattractie. Nog een tijdje terug, we zijn een wonderen boom met erop gehakt. Een natuurmonument. Ja. Maar als je dit zo leest, en zeker als je dit leest als, noem het maar neonazi, zo'n lid van Stormfront, ja, dat is koren op de molen van die laan. En daar zit je ook niet op te wachten. Hè, neonazi's, die kunnen echt met reet op. Sorry, ik was zeggen mijn rug op. Die kunnen mijn billen likken. Nee, neonazi is hartstikke dom. En om even uit te leggen, het was de paus die achter Hitler zat. En waarschijnlijk is Hitler gewoon één van de drie of zo. Dan zitten er 5 of 10 op het oog. En Hitler kreeg de hoofdprijs. Die mocht het gaan doen. Adolf Hitler was een... ja, zoon van een belastingambtenaar. En hij kon leuk schilderen. En in de Eerste Wereldoorlog heeft hij wel heldhaftige dingen gedaan. Hij was koerier. En ze holden dan met brieven, documenten van het ene schuttersputje naar het andere schuttersputje. En dat was levensgevaarlijk. Daar heeft hij een onderscheiding voor gekregen. Hij was korporaal. Ja, dat was denk ik wel. Maar hij was wel een goede soldaat. En hij kon goed een toespraak houden. Ook dan. Maar voor de rest, die hele organisatie, alles wat erbij hoorde. Want je had die Deutsche Arbeiterspartei. En dat was een onderafdeling voor het volk, voor de arbeiders van het Tule Gesellschaft. Of een gezelschap wat er veel mee te maken had. Zo'n geheim genootschap, die als vrijmetselarij of zo. Maar dan een soort vrijmetselaarsclub voor de arbeiders. En hij heeft die club onder zijn hoede gekregen. Helemaal gratis en voor niks. En de paus heeft ervoor gezorgd dat hij geld kreeg. Ja, geen geld, geen Zwitsers. Hè? Want Adolf Hitler moest natuurlijk die uniformen betalen, en die wapens. En ja, daar heeft die man geld voor nodig gehad. En dat kreeg hij. Want Duitsland zat in een economische crisis. Duitsland had zelf geen geld meer. Maar daar was de paus. Dat was Pius de 9e of zo. Nee, nee. Pius de 12e. Pius de 9e was die man die zichzelf onfeilbaar verklaarde. Pio Nono heet hij ook wel. Dat was de bijnaam in die dagen. Hey, Pius de 12e. Hitlers paus. En een of andere kardinaal, die begeleidde Hitler dagelijks. Wat een scam. En de opdracht van Hitler was om Duitsland op de knieën te brengen. Duitsland was de protestant.
En de paus houdt niet van protestanten. Dat zal je denk ik wel begrijpen. Ja, maar het zuiden van Duitsland, waar ze katholiek waren, dat is ook gebombardeerd. Ja. 1, 2, 3 bommetjes voor de vorm, want anders zou het opvallen. Keulen of zo, hè, is toch zuiden? Ja, die heeft ook een paar bommen gehad. Maar als je dan kijkt naar Hamburg of Dresden, zoals die Duitsers zeggen, Dresden. Dat is even andere koeken. En Berlijn. Oh, oh, oh. In Berlijn zijn 1 miljoen vrouwen verkracht toen die Russen binnentrokken. En niet door de Russen hoor. Door die Mongolen die erachteraan kwamen. Die Russische soldaten die hebben nog tegen die Duitse vrouwen gezegd van als ik jullie was, dan zou ik de kuieren laten nemen, want de troepen die ons bevoorraden, dat waren Mongolen, dus uit het noorden van, ja, weet ik precies, maar je weet het wel, Mongolië. En die reden met die karren met dode dieren en bakken met whisky en wijn, broden. Ja, zei die, als die zo dadelijk komen naar Berlijn, nou, die gaan feest vieren. Nou, dat hebben die Duitse vrouwen geweten. En ze konden nergens naartoe, want al die mannen die waren dood. Of zaten aan het front. Weet je wel, een drama. En dan gaan ze leugens verspreiden over wat er nou precies gebeurd is. Zodat niemand meer precies weet wat er gebeurd is. Dan krijg je discussies over. Want ja, ga maar eens keihard lopen brullen op het internet. Dat de dagboeken van Anne Frank in elkaar geknutseld zijn. Ik doe dat niet. Ik lees voor uit de staatsuitgeverij. Ik spreek me niet uit over hoe het in elkaar zit. Dat oordeel laat ik aan jullie over. Ik zeg alleen dat het merkwaardige teksten zijn. En 3 merkwaardige dagboeken. Die niet corresponderen. Want het is of mevrouw Van Pelt, of mevrouw Van Daan. Als je dit zorgvuldig leest, dan vind je bijna op iedere pagina een of meerdere discrepanties tussen A, B en C. Bijna op elke pagina. Ja, en hoe komt dat dan? Ja, het is aan jullie. En nogmaals, ik ben geen ontkenner van het tragiek die het Joodse volk is overkomen. Sterker nog. Ik erken dat de paus al heel erg lang bezig is om die Joodse mensen te pesten. Dit is zo'n station, zo'n radio-internetstation, die heet Red Eyes Creations. Ik luister daar niet meer naar. Ik heb het helemaal gehad met die laan. En die staan dan stil bij het feit dat Joodse mensen door de eeuwen heen in totaal uit 140 landen zijn getrapt. Dat zal. Dat geloof ik wel dat het waar is. Dus Baruch de Spinoza was een Portugese Jood. Ja, die was zijn leven niet zeker in Portugal. Die is gevlucht naar Nederland. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Maar wat Red Eyes Creations niet vertelt, is dat de Jezuïeten, de militaire tak van de katholieke kerk, die zijn ook uit een vergelijkbaar aantal landen getrapt. Nee, daar houdt meneer Hendrik Paul met een netjes zijn mond over met zijn blonde trien. Beetje lopen zeuren over dat ja, wij blanken hebben een eigen identiteit. Ja, ga toch weer. Hebben we helemaal niet.
Ik ben niet per se voor interraciale huwelijken, maar het mag voor mij wel. Waarom niet? Dan niet. Mijn dochter dan in die de leeftijd kwam van vriendjes en zo. Was dus een aardig ventje en die heette Baris. Toen dacht ik, ja, dat lijkt me een leuke schoonfamilie. Hier. Die Turken, die hebben een lekkere keuken hoor. De Turkse mensen zijn een reuze aard. Nou, en als dan de zeespiegel hier gaat stijgen, wat ook helemaal niet waar is, hè, maar stel, hè. De zeespiegel gaat 3 meter omhoog. Ja. Nou, dan kunnen wij lekker, dan gaan we naar Turkije toe. Nou, Turkije ligt een stuk hoger. Hebben we daar droge voeten? Ja, je moet het een beetje ecologisch zien hoor. Mijn dochter had makkelijk met die Turk mogen trouwen, wipperen, kinderen krijgen. Ook al zijn ze Mohammedaan, wat maakt mij dat uit? Ik ben een christen, van mijn geloof help je me toch niet af. Dat is over Red Eyes Creation. Die vrolijk meelopen doen aan het insinueren dat het er echt wat aan de hand is met het Joodse volk. Het is helemaal niet zo. Wel veel Joodse mensen zijn christen, bijvoorbeeld. Dat weet ik. Ik ben smoor verliefd geweest op een Joods meisje. Die zat ook bij de Pinkstergemeente. Dan liep ik met haar terug en dan moest zij naar links, want ze woonde daar vlak in de buurt. En ik moest naar rechts, naar de bushalte. Dan was ik zo stoned als een garnaal van het feit dat ik 500 meter naast haar had gelopen. Maar die was een jaar ouder dan ik. Ja, dat kon ook niet gaan. Oh, wat een mooi meisje was dat. Zo lief, zo'n mooi karakter. Zo heel zacht. Die liep niet, nee, die zweefde over het trottoir. Haar mooie schoentjes mochten eens vuil worden van het straatvuil. Oh, 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 wat was ik verliefd. Ja, natuurlijk. Moeten ophouden met het racistische gezeik, dat vind ik. We zouden 1 continent moeten aanwijzen en dan mogen alle racisten gaan wonen. Kunnen ze daar gaan lopen zeiken over andere rassen? En het andere continent, daar gaan wij lekker met z'n allen wonen. En wij doen lekker normaal tegen elkaar. Het enige wat ons interesseert is dat je je moreel gedraagt. En dat is het. En doe je dat niet, krijg je een pillenkoek. Punt. Dat is mijn overtuiging. Hey, reuze bedankt voor het luisteren naar dit moeilijke onderwerp. Het is echt niet leuk om dit, als je dit beseft. Ik heb het eerder gedaan hoor. Ik heb het eerder besproken. Maar dat is alweer 2 jaar terug of zo. Dus ja, die uitzending is alweer in de vergetelheid beland. Dus dan zet ik hem maar weer even opnieuw erop. En over 1 jaar of zo, dan doe ik het weer 1 keer. En waarom niet? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wie zit hier achter? Dit doe je toch niet? Ja, wees eerlijk. Dit doe je toch niet? Je gaat toch niet als staatsuitgeverij... Zo'n rommeltje. Ja, dus het is mevrouw Van Pels of het is mevrouw Van Daan. Ja, zoek dat uit voordat je aan het drukken slaat. En laat het niet over aan de lezer. Want hoe moet ik nou bepalen of het mevrouw Van Pels is of mevrouw Van Daan? Of het doet er helemaal niet toe, maar dan hoef je het ook niet te publiceren. Laat het dan helemaal weg. En dat stukje over het verliezen van je eer en het willen hebben van seks. Terwijl Anne Frank toen... 14, 15 was? Ach, godverdamme. En een kind krijgen op je 14e? We hebben toch een gaatje in je hoofd? Vind ik hoor. En al heeft Anne Frank dat opgeschreven in dagboek A, dan vind ik nog dat de staatsuitgeverij had moeten zeggen, we hebben een deel weggelaten... Vanwege de zedigheid. Het zou een verkeerde indruk kunnen wekken van een eenvoudig Joods meisje.
En degene die wel willen weten wat er dan staat in dagboek A op die datum, die moeten maar een brief sturen naar de staatsuitgeverij. En dan krijgen ze het thuis gestuurd, die ene pagina. Maar niet in de rondte verspreiden, AUB. Dat is toch beledigend naar het Joodse volk. Naar iedereen die zich Joods voelt. Dat mag je niet doen. Het is al erg genoeg wat Joodse mensen wordt aangedaan. Je moet eens weten hoe erg die mensen eraan toe zijn in Israël. Maar ze onderdrukt worden. Ze daar hun bezittingen kwijtraken of kwijtgeraakt zijn. Want iedereen klaagt over die Palestijnen en die zijn er ook niet leuk aan toe. Ja, en die Joodse mensen wel. Gaan we eens op zoek naar de verhalen van Bari Gamish. Die heeft daar geleefd. Die is gillend weggevlucht. Terwijl zijn familie van alles was kwijtgedaan. Ja, want wij zitten dan te zeuren over dat de Joden dan, of de Israëliërs, die gingen, dat heette in de bezette gebieden, gingen ze huizen bouwen. Ja, wij dachten, oh, maar dat mag niet. Dus, want het is van de Palestijnen eigenlijk. En dan mag je geen huizen bouwen. Ja, het punt was, tegen de Joodse mensen werd dat niet verteld. Er werd gezegd, dit is legaal. Ja. Ja, die mensen gingen er vrolijk huizen bouwen, hypotheken afsluiten en alles. En even later, Bibi Netanyahu zou zeggen van, nou oké, de Palestijnen krijgen het weer terug. Ja. En die Joodse huizen dan? Ja, die waren ze allemaal kwijt, man. Kregen ze daar compensatie voor? Nee, helemaal niet. Nou, gewoon alles kwijt. Poen kwijt, huis kwijt, doei. En toen dacht Bari Gamish, ayu paraplu. Ik ben pleiten. Die is naar Amerika gegaan. Leuk, hè? En waarom zijn Joden de bok? Wat denk je? Hier? De Joden waren al de bok in de dagen van Christus Jezus. Weet je nog? Nou dan. Dus die Jodenvervolging, de Jodenpesterij, hè? Dat is inmiddels al meer dan 2000 jaar bezig. En het gaat maar door. En deze uitgave van de staatsuitgeverij beschouw ik als een vorm van jodenpesterij. En dan heel gemeen onder water. Dank jullie wel voor het luisteren. En ik hoop dat jullie begrip hebben voor mijn irritatie. En die is uit medelijden met het Joodse volk. En alles wat erbij hoort. Maar Christus Jezus was een Jood. Goed begrepen. En Christus Jezus is mijn Heer. Dat was die gisteren. Dat is die vandaag. En dat zal die morgen ook zijn. Tot aan het uur van mijn dood. Amen. Dank jullie wel voor het luisteren. En uit respect. En uit liefde. Voor jullie. Die deze uitzending hebben uitgeluisterd en stil hebben gestaan bij wat ik heb verteld, zeg ik op zijn Hamburgs, tjus en dag lieverds.